nieuws voor de reizigers, want er zullen minder treinen zijn, de tickets zullen stijgen, men zal projecten moeten schrappen, maar ook slecht nieuws voor het personeel. Meneer de minister, weet u waar u straf in bent? In de goed nieuwsshow. U zegt meer treinen, goedkopere treinen, nachttreinen, internationale treinen. Het kan niet op, hè? Het kan niet op. Weet u wat mijn vader zei altijd vroeger? Veel beloven, weinig geven, doet de zotten in vreugde leven. Dat zei mijn vader. Maar wij zijn geen zotten. Wij zijn geen zotten, meneer de minister. Want gisteren hebben we de CEO van de NBS gehoord. En die heeft ons met ons voeten terug op de grond gezet. Wat de realiteit is, ik wist dat natuurlijk, want ik ben al tussengekomen rond de budgetten. Dus wat is mijn conclusie? Wat is mijn conclusie? U leeft in een groene fantasiewereld, meneer de minister. 550 miljoen moet er bespaard worden. Dat is gisteren gezegd door de CEO van NMBS. Dat is dus slecht nieuws. Slecht nieuws voor de reizigers. Want er zullen minder treinen zijn. De tickets zullen stijgen. Men zal projecten moeten schrappen. Maar ook slecht nieuws voor het personeel. Ook slecht nieuws voor het personeel, want er zijn vandaag 400 mensen tekort. 400 mensen tekort, waardoor dat wij dagelijks te maken hebben met treinen die niet rijden en al die toestanden. Dus ook voor die mensen die dag in dag uit, want ik heb ze meegemaakt tijdens de piketten, dag in dag uit een ongelooflijk inzetten omdat de treinen zouden rijden. Hè. Dus mijn vragen naar u, meneer de minister, zijn: kunt u eindelijk eens erkennen dat er een serieus probleem is? Ik zou graag hebben dat u dat eindelijk eens erkent. 2. Welke projecten gaan er sneuvelen? En 3. Zullen de ticketprijzen stijgen, al of niet? Je continue de me battre pour obtenir les moyens permettant de rencontrer tous nos objectifs. Beter doen. Maar u blijft gewoon leven in uw bubbel, meneer de minister. Dat is niet te schatten. Iedereen zegt hier, de reizigers, de vakbonden, iedereen zegt dat het niet meer gaat, dat er een probleem is. En voor u is er geen probleem. Er is geen financiering. Wij willen dat er een serieuze financiering komt en wij willen dat het een ruggengraat is en geen visgraat, zoals ik vorige keer al gezegd is. En wij willen dat er geïnvesteerd wordt in de NMBS, want het is nodig voor het klimaat, voor onze economie en voor onze koopkracht van de reizigers.